Hoi, Joya. Ja, dan ben je zo over een paar minuutjes hier, dus ik ben ongeveer met een uurtje bij jou. Oké, rustig zonder regen. Hey, wat is dit? Doe eens rustig, man. Hallo? Doe eens even rustig, man. Hey, doe eens rustig. Wat gebeurt er? Hey! Heb jij een grote familie? Best wel, ja. Ja. Ben je genereus van aard? Wat bedoelt u? Of je gul bent. Of je graag je geld deelt met anderen. Of jij je vrienden en familie graag trakteert op etentjes, reisjes. Wat? Waar heeft u het over? Ik heb het over die 127 mensen waarmee je naar New York gaat. Ja, wij zijn erachter gekomen dat je 128 tickets hebt besteld. Want ik neem aan dat je zelf ook meegaat. Dat is wel een behoorlijke stedentrip, hoor, of niet? Behoorlijk. Ja, daar kan ik niks over zeggen. Oh, daar kan je niks over zeggen. Nou, dat zou ik toch maar even wel doen, want dan zit je hier heel lang. Nou joh, kom maar goed. Oh, komt wel goed. Ja, Rembrandt zal later vandaag of morgen laten weten wat de reden van dit alles is. Oh, en hoe weet je dat? Alles verloopt volgens plan. Oh, dat is wel heel zelfverzekerd. Ben jij Rembrandt? Nee. Nee, was ik dan maar. Nee, precies. Dus niet zo stoer doen, hè? Want volgens mij hoeft jij niks anders te doen dan de nachtwacht pakken. Niets anders? Het is maar wat je niets noemt. Stefania en Juvat, die moesten de beveiligingsdraden onschadelijk maken. Kijk, dat is pas moeilijk. Ja, ik hoorde net dat zij het waren. Mm-hmm. Best goed van ze. Respect. Hey, zo'n nachtwacht. Moet je daar dan heel sterk voor zijn om hem te pakken? Meer een combinatie van sterk en behendig. En jij bent? Ik denk meer behendig dan sterk. Voorzichtig. Ja, goed zo. Nu optillen, dan schroef ik de wieltjes onder. Top. Alles goed zo? Ja, let's go. De juiste afstand van de muur, toch? Ja, kom. De nachtwacht op wieltjes. En toen? Toen niks. Dan zijn we gewoon weggegaan. En jullie hebben daar gewoon laten staan? Ja, dat was de opdracht. We moesten dat schilderij van de muur afhalen, de wieltjes onderschroeven en dan precies 1,5 meter van de muur afplaatsen en zo snel mogelijk wegwezen. En toen stonden de twee anderen klaar. Wat bedoelt u? Om de nachtwacht mee te nemen. Nee, niemand anders. Niemand? Hou je me voor de gek? Nee, ik heb u alles eerlijk verteld. Toen wij weggingen, stond de nachtwacht daar gewoon. Dus jij weet niet wat er met de nachtwacht is gebeurd? Nee, dat weet alleen Rembrandt. Ja, Rembrandt. Tuurlijk. Heb jij veel moeten oefenen? Best wel. In een loods toevallig? Ja, daar kregen we instructies. Grote dingen tillen en zo. Maar het meeste werk voor ons lag in de sportschool. Ik trainde op balans. En de ander was druk bezig met een zware krachttraining. Een heel sterk iemand dus. Beetje, meneer de agent. Ik heb wel genoeg gezegd. Dat maak ik wel uit, hè? Ik ben zo terug. Dan praten we verder. Lucas, come on. Even die duimschroeven aandraaien en die jongen gaat alles vertellen. Als ik dat hier op mijn klompen aanvoel, waarom jij dan niet? Pff, dit is echt niet te geloven, zeg. Hey, kan jij even uitzoeken welke influencers de laatste maanden heel veel naar de sportschool zijn gegaan? Doen ze dat niet allemaal? Daar heb je gelijk in. Bel alle sportscholen op van de influencers op onze lijst, ja? Om te checken of ze iets is opgevallen. We zoeken iemand die al kast is van zichzelf, maar die nog veel sterker is geworden. Vooral in de armen. Ja. Ja? Okay. Telefoon uit het museum, mevrouw Hakim. Oh, zeg maar dat ik haar later terugbel, ja? Je bent bang, hè?
Mevrouw Hakim, ik zit midden in een verhoor. Ja, dat zal allemaal wel, Lucky, maar ik wil ondertussen die nachtwacht wel eens terug en volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld. De truc is om de zwakste schakel te breken, dus maak hem bang. Zeg dat hij levenslang krijgt of... Dwangarbeid. Dwangarbeid, Fatima. Ja, het gaat er niet om of dat kan of niet. Het is gewoon eventjes out of the box denken, hè? Buiten de lijntjes kleuren, alles om die persoon even te laten doorslaan. Come on, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, bedankt voor de tip. En ik ga dat heel... Tunnel... Mathieu, volgens mij ben jij een hele leuke, hele slimme jongen. Maar vooral ook heel jong, ja? Volgens mij heb je geen idee waar je mee bezig bent, hè? Je kan 20 jaar de bak ingaan. 20 jaar, hè? 20. Dat is langer dan dat je nu leeft. Luister, Rembrandt komt gewoon straks met een verklaring. Dan gaan we allemaal vrij uit. Ah, oké, zoveel vertrouwen in iemand die je helemaal niet kent. Hij heeft het beloofd. Anders had ik je nooit aan meegenomen. En wat als hij het nou niet doet, hè? Wat als hij er met de buiten vandoor gaat en jullie ervoor laat opdraaien, hè? Wat dan? Als jij mij vertelt waar de nachtwacht is, dan kan ik je helpen, ja? Dan kan ik bij de rechtercommissaris regelen dat er zo 10 jaar vanaf gaat. Maar dan moet je wel praten. Ja. Ja? Wat ja? Ik weet waar de nachtwacht is. Wat? In Rotterdam. In Rotterdam? Ja, in de haven om precies te zijn. Het wordt verscheept naar Dubai. Heb je misschien iets specifiekere informatie? De Rotterdamse haven is best wel groot. Ik weet alleen dat het containernummer begint met 32. Hoe weet je dat? Dat vind je toevallig ergens op. Dat vind je toevallig ergens op? Heb je toevallig nog meer belangrijke informatie toevallig opgevangen? Oké, iedereen opgelet. We gaan nu naar de Rotterdamse haven. Ja? We gaan met 5 auto's. Informeer onze collega's daar, zodat ze ons bijstaan. We gaan de complete haven doorzoeken. Ja? De havenpolitie en de douane moeten geïnstrueerd worden. Alle containers, beginnend met het getal 32, ja? Die mogen de haven niet verlaten of verplaatst worden. En alle schepen met containers erop, die mogen niet uitvaren. Ja? Oké, okay, let's go, let's go. Goedemiddag, politie Rotterdam. Wat doe jij hier? Ik kom gewoon even buurten. Buurten? Ja. Je klinkt buiten adem. Ja, ik doe aan spontaan hardlopen. Gewoon wanneer het uitkomt. Het was even nu toevallig, dus... Hoe is het hier? Ja. We hebben een betrouwbare tip binnengekregen over de nachtwacht. En daar gaan we dus nu achteraan. Wauw, echt? Rij ik met jou mee? Ja. Oké. Nee, natuurlijk niet. Ja, je loopt alleen maar in de weg en het kan gevaarlijk worden, ja? Gevaarlijk? Come on. Ik ben opgevoed in Rotterdam. Geboren en getogen. Hoe weet je dat wij naar Rotterdam gaan? Dat hoorde ik iemand zeggen op de gang. We gaan naar Rotterdam toe, dus vandaar. Fatima, ik waardeer jouw betrokkenheid. Maar als ik jou daar zie, laat ik je arresteren voor obstructie van de rechtsorde. Ja? Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Ik hou je op de hoogte, ja? Nee! Kan ik Mathieu spreken? Is dat een ja? En zijn familie, mag die wel gewoon bij hem? Ook niet. Hij zit in beperking. Hij mag alleen maar met zijn advocaat praten. En als ik hem nou moet spreken? Ja, dan heeft hij speciale toestemming nodig van de procureur-generaal. Maar dat kan een langdurige procedure worden. Oké, okay, hoe heet hij, die procureur-generaal? Weet ik niet. Heb je dan een toestemmingsformulier of zo hier liggen? Ook niet. Ja, zo'n verzoek wordt eigenlijk nooit gedaan. Nou, ik heb weer lekker veel aan jou. Ja, sorry. Ik wijs alleen maar op de mogelijkheden. Meer weet ik ook niet. Daar is er nog één. Oké. Ja.
Nou ja, dit is dan de laatste container die begint met nummer 32. Echt? Ik dacht dat het er wel honderden zouden zijn. Nee. En waar is de inhoud dan nu? Ja, heel vreemd, maar daar kan ik geen gegevens over vinden. Maar dat is toch raar? Dat kan toch niet? Nee, normaal gesproken niet. Nee. Oké, jullie kunnen deze container helemaal onderzoeken, ja? Het is heel vreemd. Mevrouw Hakim, het is of vals alarm, of we zijn te laat. Alle containers die we hebben doorzocht, daar zitten groenten, fruit, bloemen in en er was eentje zelfs leeg. En het is onbekend waar die inhoud is. Het zou dus kunnen zijn dat die inhoud op reis is gegaan. Wat, op reis? De nachtwacht is op reis. Dit heb jij laten gebeuren, Lucas. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Deze rademaker? Ja? We hebben een aantal microschilfers gevonden. En heb je misschien enig idee waar die microschilfers vandaan zijn? Nou, aan de structuur zien zou het van een oud schilderij kunnen zijn. Robin, kom! Die schilfers zouden van een oud schilderij kunnen zijn. Informeer alle internationale maritieme opsporingsteams, Lucas. Ja? Lucas! Oké. Hallo, Lucas! Lucas! Sorry, mevrouw Hakim. Begrijp ik nou goed dat de nachtwacht in een onbekende container op een onbekend schip op weg is naar een onbekende locatie? Volgens onze bron is de bestemming Dubai. Nou, dan kan je via allerlei manieren heen. Kortom, een speld in een hooiberg. Oké, hoe krijgen we hem nou ooit weer terug? We gaan alle containers over heel de wereld gaan we onderzoeken. Ja, het is een megaklus, maar wat moet dat moet? Het moet echt absoluut geheim blijven, anders krijg ik de hele wereld over me heen. Dat snap ik. Dat komt helemaal goed. Er staat een persfotograaf en die is nu foto's aan het maken, sorry. Het gaat heel erg snel. Ik heb premier Rutte aan de telefoon en hij is niet heel blij, zeg maar. Esmeralda, ik ben er niet. Oké. Meneer Rutte? Ja? Excuses voor het wachten. Oh, wacht. Ik zie nu dat u op de speaker staat. Dus dan heeft u ook gehoord dat ze niet beschikbaar is. We waren te laat. Ja? Of nou ja, jij hebt ons te laat geïnformeerd. Ik dacht dat Rembrandt ondertussen wel iets van zich zou laten horen. Wat zou hij moeten zeggen dan? Hij zou een aankondiging doen. Ja, als hij bestaat, ja. Ik weet niet of jij weet hoe diep jij in de shit zit. Als Rembrandt het laat afweten, dan ga jij een hele andere carrière tegemoet. Kunt u even op de gang komen? Ja, tuurlijk. Oké, Esmeralda, wat weet jij van Dubai? Het is Esther, maar Dubai, daar wonen hele rijke mensen. Ja, en rijke mensen houden van kunst, dat weet iedereen. Maar wat ik gewoon echt niet snap, is wat moet je met de nachtwacht? Je kan het moeilijk aan de muur hangen, dat valt nog wel op. Nou, misschien... Volgens mij hebben we het laatste bendelid te pakken. Wat? Nou, ik heb een anonieme tip binnengekregen. De nachtwacht is helemaal niet op weg naar Dubai. Dat mag ze helemaal niet zeggen. Dat staat helemaal niet in het draaiboek. Oeh, het beroemde draaiboek van Rembrandt. Ja, zie jij Rembrandt? Nou, ik zie hem niet hoor. Ja, je bent helemaal op jezelf aangewezen. Laat ik even één ding heel duidelijk maken. Het kan me echt geen reet schelen wie jullie zijn of wat jullie gedaan hebben. Ik wil maar één ding weten. Waar is mijn nachtwacht? Zo, hebben jullie me gezien bij de bushalte? Hé, hey, doe rustig! Ik moest er natuurlijk bij zijn op het moment dat Mathieu opgepakt zou worden. En dat wist ik door jullie hulp. Maar ik heb jullie nog één keer nodig. Mathieu heeft namelijk iets heel belangrijks achtergelaten. Ik heb het gevonden en check het op subdetective.nl en ontdek daar meer.